allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk. Waar is dat ding? Oh, hier is dat ding. Nou, ik had even een kleine mededeling. Zo, nou, na Tilburg ben ik ziek geworden. Na Tilburg en Uden ben ik ziek geworden. Daarom ben ik ook even een tijdje, heb ik niks meer gepost. Een livestream heb ik gedaan van Euro Truck Simulator. Ik ben enorm ziek geweest. Hoesten, pijn in mijn keel, niet lekker. En het ergste van hetgene wat ik heb opgelopen, dat is pijn aan mijn zij. Ik heb steek in mijn zij en dat komt gewoon door het vele hoesten. Ik heb waarschijnlijk een spier gekneusd of een beetje ontwricht door het vele hoesten. Nou, ik ben er nog niet helemaal overheen. Ik ben in ieder geval wel alweer aan het werk gegaan. Ik heb deze week weer voor het eerst weer gewerkt. Maar ja, ik was dus niet lekker. Ik ben even een tijdje eventjes eruit geweest omdat ik ziek was. Maar ik ben weer helemaal terug. Ik ben nog niet echt 100% beter. Ik hoest nog wel en ik heb mijn neus die loopt af en toe ook nog wel eens over. Maar ik ben er in ieder geval weer. En ik ga in ieder geval weer video's maken voor jullie. Dus ik was eigenlijk na Tilburg en Uden echt weer in een vibe van goh, ik heb dit echt gemist. Ik ga echt weer lekker video's maken op mijn YouTube kanaal. Dat heb ik echt gemist. Ik had er echt weer zin in. Ja, en dan zul je zien natuurlijk nadat ik echt weer de positieve vibe had van goh, ik ga toch weer video's maken, want ik vind het weer leuk. Ik heb er weer zin in om video's te maken. Ja, dan word je ziek. En dan ben je even een tijdje weer uit de running. In ieder geval, ik ben in totaal anderhalve week ziek geweest of zo. En ik ben afgelopen maandag ben ik weer begonnen met werken. Dus als het goed is, ben ik weer een beetje de oude. Het is nog niet echt helemaal. Het gaat wel elke keer een stukje beter met me. Ook mijn zij begint minder pijn te doen. En hoesten doe ik nog wel. En verkouden ben ik ook nog steeds. Maar dat gaat ook al steeds losser zitten. Dus dat gaat de goede kant op in ieder geval. Ik ben in ieder geval weer terug. En vandaar even deze praatvideo eventjes. Deze babbelvideo eventjes. Was wel even nodig. Om eventjes het laatste nieuws door te geven. Van hoe de stand van zaken allemaal zijn. In ieder geval ben ik weer terug. En gaan we weer video's maken. Als het goed is ga ik aanstaande zaterdag weer een leuke video maken. Dat is nog niet 100% zeker. En staat op een heel laag pitje. Ik heb nu zoiets. Als ik zeg 10% kans. Dan is het nog wel heel erg veel procent wat ik geef. Ik heb niet echt heel erg veel. Niet erg heel veel vertrouwen erin. Gaat het door, hebben we in ieder geval een hele leuke video weer van de week. Gaat het niet door, dan komt hierna weer een praatvideo. Want ik ga het wel maatregelen hier tegen nemen. En die maatregelen, dat horen jullie allemaal binnenkort eventjes. Daar ga ik een aparte video over maken. En waarschijnlijk ga ik dat niet hier binnen doen, in het pakhuis. Waarschijnlijk ga ik dat combineren met een buitenvideo. Dus in ieder geval komt er weer een buitenvideo. Ja, ik hoop niet dat ik hem hoef te maken. Ik hoop dat ik die andere leuke video, die dus dan wel doorgegaan is. Ik hoop dat ik die video kan maken. En als dat niet zo is, dan komt er helaas die video komt daarvoor in de plaats. En dat is een iets minder leuke video, kan ik je nu al vertellen. Ik ga in ieder geval een hoop dingen vertellen en een hoop dingen uitleggen. Dat het me absoluut niet zint hoe het momenteel de laatste tijd aan toe gaat. Maar ja, dat horen jullie allemaal nog in mijn in die video van mij die ik dus dan ga maken. In ieder geval, dat was even de praatvideo eventjes. Ik wou eventjes dat eventjes melden. Ik hoop dus dat het die leuke video wordt. Want die leuke video, dat is natuurlijk de kermis in Eindhoven. Ik hoop dat die doorgaat. Ik hoop het zo. Gaat het zaterdag niet door,
dan, ja, dan komt er een andere video. En dat is een minder leuke video, zoals ik al vertelde. Dus ja, blijf het kanaal in de gaten houden. In ieder geval stop ik er niet mee. Dat niet. We gaan gewoon video's maken. Of ik ga gewoon video's maken. En moet het alleen, dan ga ik maar voortaan alleen video's maken. Dat is in ieder geval een beetje de opzet van alles. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.